In gymzaal Duivengang aan de Broederenstraat geeft Zuzu elke maandagavond capoeira les. Deze Braziliaanse sport heeft zich nu ook in Deventer op de kaart gezet. De lessen van Zuzu beginnen met basisbewegingen, de techniek van verschillende trappen, acrobatische bewegingen en tenslotte wordt de les afgesloten met de roda. In deze sportreportage laten we u kennis maken met deze bijzondere sport. Wat hebben we net gedaan? We hebben het basis van de capoeira geleerd. Ja. Hoe ging het? Hoe deed ik het? Goed. Ja, voor iemand die nog nooit capoeira heeft gedaan. Ik vond dat het best goed deed. Ja. Dankjewel. Hoe is capoeira eigenlijk ontstaan? Het is heel lang geleden. En het is ontstaan tijdens van de slavernij in Brazilië. De slaven die mogen niet leren vechten. En dan ze hebben bedacht capoeira als een dans, maar eigenlijk was om te leren vechten. Ja. Ja, want ik ken capoeira, jij kent capoeira, de mensen hier kennen capoeira, maar heel veel mensen die kennen het niet. Hoe komt dat, denk je? Ik denk dat omdat capoeira hier in Nederland nog niet één bekende sport geworden, net als in Brazilië. Maar wordt steeds bekend, wordt steeds populair. En in Brazilië is nu heel bekend. Volgens mij is het een tweede sport na voetbal. Amerika is ook nog heel veel bekend. Ja, en ik denk Nederland komt er nog. Wat ga je eraan doen om het bekender te maken? Wij doen heel veel aan het promoten. Ik investeer ook veel aan de basis. Nee, het zijn de kinderen. En ik denk op die manier. Nee, en veel workshops en optreden. Wordt steeds bekender hier bij de regio Dave en Apeldoorn. Ja. Ik ben ermee begonnen omdat ik een filmpje heb gezien op YouTube. En dat vond ik heel leuk uitzien tijdens deze lesloop met dezelfde meester. En het leek me heel erg leuk en toen ben ik erop gegaan. Je leert verschillende dingen. Je leert van je aftrappen, maar ook meer acrobatiek. Je leert basisvaardigheden. Het is heel erg leuk om van de acrobatiek-achtige te doen, want ik ben zelf heel lenig. En daarom ben ik er ook opgegaan, omdat ik zegt iedereen ook, ik ben heel lenig. Daarom vind ik het zo leuk. Ik heb nu ook heel veel trucjes geleerd. Ik ben leniger geworden, want vroeger kon ik nog niet echt heel lang de handstand en de radslag en andere hele vette dingen. En dat kan ik nu allemaal wel. Wat zijn nou belangrijke eigenschappen van deze sport? Want ik zie, sommigen zijn hier echt super lenig. Jouw been komt ook 2 meter in de lucht. Wat is het nog meer belangrijk? De belangrijke bij capoeira vind ik zelf is plezier. Hè? Als je
Capoeira is de enige sport, enige vette sport die muziek erbij horen. Ik denk dat en een live muziek, dus geen muziek straks, zo meteen zien van live muziek maken. En ik denk daardoor dat maakt het verschil van de sfeer, dan voel je jezelf zingen en klappen en daar krijg je veel energie van. Ik denk dat het verschil maakt. Ja, de muziek ook onder andere. Ja en sfeer, het is altijd een leuke sfeer als je capoeira doet. Muziek maken, iedereen zingen en spelen. Capoeira is een spel. Malou en Nieke, waarom doe je niet aan capoeira? Sinds januari, geloof ik. Ja. Waarom doe je het? Het dansgedeelte en het acrobatiek en gewoon verschillende bewegingen doen. Dat vind ik het leukst. En welk gedeelte vind je het leukst? Acrobatiek. En wat vond je in het begin heel moeilijk en waar ben je nu veel beter in geworden? Acrobatiek, denk ik. Heb je een bepaalde beweging in je hoofd, wat je eerst heel moeilijk vond en nu veel beter gaat? Overslag. Ja. En Lieke, hoe is het bij jou? Nou, ik vind het leukste de combinatie van muziek, de vechtgedeelte en de acrobatiek gedeelte. Hoe lang doe je dit al? Nu iets langer dan een jaar. Vorig jaar januari ben ik begonnen. En merk jij nou verschillen? Word jij er steeds beter in? Ja, het gaat wel steeds beter, want gewoon perfectioneren van trappen of zo, dat... Ja, dat gebeurt meer. En er zijn natuurlijk veel andere vechtsporten. Waarom kies je capoeira? Nou, omdat je hier niet elkaar pijn hoeft te doen of zo. Of je raakt elkaar niet. Het is echt een spel. En ook met de muziek en zo. Dat heb je bij andere vechtsporten niet echt. Daagt elkaar uit, maar is er eigenlijk een winnaar en een verliezer? Nee, maar ik heb weer eigenlijk niet. We hebben geen winnaar of geen verliezer. We doen het voor het plezier en het is heel lastig om te beoordelen wie is winnaar of verliezer. Het gaat om de spanning om te wijken en de acrobatiek. Het gaat om het plezier, niet om te winnen of om te verliezen. Ja. We hebben net binnen allemaal oefeningen geoefend. En die hebben we uiteindelijk uitgevoerd in een kring. Hoe heet die kring? Deetje, roda. En in Braziliaans betekent ja kring, cirkel. En wat gebeurt daar? De roda is waar capoeira wordt gespeeld. En alles wat je hebt getraind tijdens de training, en dan doe je bij de roda. Ja, een beetje een soort spel met elkaar. En dat iedereen gaat zingen en klappen voor die twee die in die kring zit.
Wat vind jij nou zo leuk aan capoeira? Waarom train jij deze leerlingen? Ik vind het heel leuk aan capoeira omdat ze voor mij, van mijn achtergrond cultuur is. Hè. Is ook een beetje een deel van Brazilië dat ik altijd probeer mee te brengen. En zoals Brazilië bekend is, ja, de mensen zijn ja, hoe zeg je dat? Ja, vrolijk, zijn vrolijk en daardoor en proberen bij de capoeira meebrengen aan de Nederlandse cultuur. En proberen ja. Zodat iedereen ja, kunnen meemaken wat ik daar heb meegemaakt. En volgens mij vind ik wel leuk. En ik heb ook plezier om te zien dat zij aan het leren bent. Ook beter in worden. Ook beter in worden, ja. Capoeira is voor jong en oud. Het is gezond en stressverlagend. Wilt u meer informatie over deze spectaculaire vechtdanssport? Ga dan naar www.zuzucapoeira.com.